Ja, Theo Hiddema. Theo, goedemorgen. Je kunt de krant niet openslaan. Het is Stan Huygens Journaal of andere dingen. En Theo staat op frontpagina. Je bent heel, ja, bent heel beroemd aan het worden, Theo. En sinds 23 maart ben je pas bezig. Je hebt je eerste loonstrookje gekregen. Je hebt nooit een baas gehad. Hoe bevalt het? Nou, ik snap het niet. Het was zo'n lijst met allemaal specificaties. Dus vakantiegeld zag ik, dat heb ik nog nooit gehad. Nee. En er stonden nog veel bijkomende opbrengsten die ik... De termen kende ik niet. Nou, toen ben ik ingewijd door de juffrouw van de financiële administratie. Dat was op de dag van mijn beëdiging. En toen heb ik gezegd, kun u mij dit uitleggen en hoe moet dat opengemaakt worden? Want ik weet er helemaal niks van. Maar ik was nog in de betovering dat ik pas beëdigd was. En ik vond het zo platvloers om meteen al met die centenkwesties die mevrouw lastig te vallen. Dus ik heb toen ik kreeg ook schadeloosstelling. Dus, dan schrik je even, denk ik, leid ik schade door dit prachtige baantje? Maar ik heb tegen haar gezegd, als ik het niet meer snap, mag ik dan bij haar terugkomen. En dat was een zeer opluchtend moment ook voor haar. Ik heb er nooit meer teruggezien. Je hebt je praktijk afgebouwd in die zin. Je mensen die je hebt opgeleid, die zijn nu voor zichzelf bezig. En je hebt nog alleen een secretaresse en je doet af en toe nog een strafzaak. Ja. En laatst had je er nog een. Ja. Wij dan niet de situatie dat die mensen in de gevangenis denken, nou, we moeten die Theo hebben, want die zit dicht bij de regering. En dat helpt misschien. Ja, dat zit er dik in, hè. Ja. Maar dan moeten ze weten dat mijn... Ja, mijn belangen die ik zelf zie vanuit mijn volksvertegenwoordigende activiteiten, dat ik die hoger inschat dan hun particuliere strafzaak. Ja, ja. Maar er zijn uitzonderingen. Je had nog één zaak. Vorige week had ik een liquidatiezaak, een moordzaak. Moordzaak? Ja, dat was een eis van 12, kreeg de een en de ander 18. En wat gebeurt er? Het is toch een luwte in de Tweede Kamer. Ik denk, ik wil dat zaakje niet om mijn vingers na te glippen. Ik wil wel pleiten bij de rechtbank in Utrecht. En potverdorie, wat gebeurt er? Het kan zijn omdat ik ook politiek iets uitsta. De man werd vrijgesproken. En dat is nogal een spektakel. Goeie bezwaar, een politicus die zorgt dat een moordverdachte de deur uitloopt. Dat is in de criminele historie van de politiek en de rechtspraak nog nooit vertoond. Maar ik heb mezelf mijn geweten gesust, want het moet toch zo zijn dat iedere politicus en iedere politieke partij die staat voor gerechtigheid. Nou, heb je eindelijk eens een politicus die doet dat zelf op een echte werkvloer. Dus ik denk, men moet daar maar vrede mee hebben. Maar de praktijk die heb ik ontmanteld, dat klopt wel. En ik heb nog een secretaresse. En als er een leuke strafzaak langskomt, dan treed ik die zo in dat ik een langdurige planningtermijn hebt naar de toekomst. Want je me vertelde dat je eigenlijk veel minder, dat je het veel rustiger hebt als toen je advocaat was. Het is eigenlijk, ik wil het parlementaire bedrijf niet in discrediet brengen, maar ik moet zeggen, ik heb iedere dag wel de verzuchting, wat moest ik vroeger hard werken. Ze doen niet veel daar. Nou, er valt ook weinig te doen, want het is reces. Maar het komt ons goed uit. Onze partij voor Democratie, die, omdat het nou zo stil is, die heeft alle ruimte om de uitbouw en qua personeel, want we gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En er is een alliantie met Leefbaar Rotterdam. En dan moet je toch kijken naar poppetjes zoeken, hè? Ja, want Amsterdam, hè? Zoeken. Amsterdam. En, ja. Dat is jouw thuisplaats, hè? Je hebt een huis ook in Maastricht. Maar Amsterdam, ik hoorde dat je helemaal enthousiast was als voor Annemarie van Gaal als lijstaanvoerder van Forum in. Laten we er geen doekjes om winden. We hebben een heel fijn voorgesprek gehad. En toen kwam jij met de suggestie, zou dat niks wezen? Nee, dat is niet waar, Theo. Nou, zo heb ik het in mijn herinnering. Oh. Maar ik moet je zeggen, als jij als informateur betrokken dus bij de personeelslijst voor onze kieskring Amsterdam, en je zou met haar tevoorschijn komen, dan zou je een hele goede beurt maken. Ja, ja. Nou, ik denk dat Annemarie kijkt. Dus Annemarie, je bent vanaf deze dus de favoriete, kandidaat om de gemeenteraad van Amsterdam eens een beetje op te frissen. Nou, ze is daadkrachtig. Want het is nodig, Theo. Want de Amsterdamse politie die is van slag af. Jij vertelde me, IFSTAR, wat is dat? IFSTAR. We zitten in de heilige maand, op het heilig jaar, het heet heilige maand. Nou, ik zal het je uitleggen. Heb je even tijd? De Amsterdamse politie heeft nogal wat te stellen met etnisch getinte jongetjes. En die jongetjes, die groepen, het zijn niet allemaal jongetjes,
die en de politie, dat gaat niet prettig door één deur. De politie is erachter gekomen dat die jongens, die groepen, eigenlijk vinden dat ze superieur zijn aan de politie. De politie, dat zijn maar ongelovige honden. En dat is de bezettende macht. En daar moet je van nature, ben je al vanuit iedere vezel geneigd om oppositie te voeren tegen de politie en die kaaskop. Nou heeft de politie gedacht, als wij onze goede wil nou tonen en wij betrachten groot respect voor hun religie, dan... De islam. Goed dat je het zegt, was er nauwelijks opgekomen. Nou, die dus. En dat is door Fatima Elatik is dat aangewakkerd, deze... Is dat die mevrouw met dat... Ja, Fatima Elatik, die was functioneerde in de deelraad in Amsterdam. En overal waar zij verscheen was de geldtekort, wanbestuur. En het enige wat wel rendeerde was haar hoofddoek. Want als er een schandaaltje losbarstte, dan kwam ze in de krant en dan gaf ze de schuld aan de mensen die haar minachten of misprezen vanwege haar hoofddoek. Dus uiteindelijk is die hoofddoek haar handelsmerk geworden. En dan heeft de politie in Amsterdam gedacht, moeten wij een beetje toekruipen naar de moskee, dan is die beroepshoofddoek een goede bindmiddel. En nu hebben ze de Iftar en dan wordt er een oproep tot gebed gedaan en dan zit de politie heel braafjes koekjes rond te delen. En dat is pure scheiterigheid vermomd in hoffelijkheid. Dat is het gewoon. Scheiterigheid vermomd in hoffelijkheid. Heb je ooit een politie, Iftar noem ik het maar even voor het gemak, bij een processie gezien? Bij een sacramentsprocessie? Nee. Of in een sjoel? Waarom niet daar? Omdat vanuit die hoek de politie niks te duchten heeft. Maar hier is het een kruim, een slijmgedrag. Je wil het niet weten. Het is afzichtelijk. Het is wat ik je zeg, scheiterigheid. De politie is echt, ik vergelijk het met een bange hond. Het is een bange hond die steeds naar zijn baas toe kruipt met een smekende blik. Ik doe aardig, doe jij nou ook eens lief? Aai mij nou eens een keertje. En zo zijn ze gedekt, hopen ze, tegen verwijten uit die groep die ze moeten bekampen, dat ze niet voldoende respect betonen jegens hun diepste gevoelsovertuigingen. En dus kruipen ze in alle richtingen mee. Nou, dat is geen vertoning, het is discriminatie. Geen enkele geloofsgroep, of welke overtuiging ze ook aanhangen, krijgt zo'n bejegening van de politie. Want reken maar dat die IFTA, die is ook georganiseerd door de politie. Die koekjes kopen ze zelf in. En Fatima Elatik, die loopt dan minzaam kwijnend met een schoteltje, goed onder het oog van de camera. Daar krijg je ook nog 12.000 euro voor per maand, geloof ik. Ja, dat hoofddoekje rendeert wel. Ja. Want zij is bij uitstek, en ja, bij uitstek mag ik wel zeggen, geschikt als enige. Want ze heeft een monopoliepositie binnen de overheid gecreëerd en het politiewezen. Om verbindend te werken. We gaan zo even over de Duitse politie praten, maar ik maak even een zijsprongetje. Leon de Winter die twittert nogal en die is erg gecharmeerd van jou en het ging over Helmoet Kool. En daar was iets mee. Wat was dat nou? Ja, ik heb het ook op Twitter gezien. Zijn Twitter. Helmoet Kool die wordt hartstikke boos. Ja. Die ontmoet een dranghek waarachter demonstranten hem onwelgevallig bejegen, uitschelden, bespugen en wat al niets meer is. En dan wordt hij zo kwaad. Ja, dan breekt hij uit zijn beveiligingscordon en dan gaat hij zo'n kerel te lijf. En daarvan zegt Leon de Winter van nou, dat zie ik Segers niet doen. En de enige die in Nederland misschien dat wel zou doen, dat ben jij. Ja, dat zie ik heel goed. Dus we gaan even naar het filmpje kijken van dat twittertje. Kijk maar even mee. Die slechte nachricht war, dass bij de aankomst in Halle van een regen aus eieren, tomaten en farbbeuteln empfangen wurde. Der Kanzler lässt zich ook van zijn sicherheitsbeamten niet wegreißen. Eerst schüttelt Hände. Von uniformierter Polizei ist nichts zu sehen. Dann geht unvermittelt auf einen der Demonstranten los. Miserabel nennt Helmut Kohl hinterher verärgert die Sicherheitslage. Den Innenminister müsse man fragen, wie so etwas zulassen könne. Und die Demonstranten, nur wenige Dutzend Jugendliche waren es, nennt einen transportablen Pöbelhaufen, der mit Halle nichts zu tun habe. Doch trotz Wut im Bauch, gleich anschließend schüttelt wieder Hände. Theo, en zeg maar, jij bent de enige die dat toedicht dat ook zou kunnen. Nou, dat belooft nog wat in de toekomst. Duitse politievrouw heeft een boek geschreven. Ja. Vertelde je me, wat was dat nou precies? Nou, die heeft een huiveringwekkend boek geschreven. Het is een allochtone politievrouw. Ja.
niet gehoofddoekt, want dan had ze het misschien niet eens overleefd, die carrière bij de politie. Maar die straatdienst doet. En die in dus Duitsland? Ja, die dus veel in contact komt in banlieuwijken, noem het maar. En de real jeugd en criminele organisaties van Albanese moet bestrijden. Meestal van islamitische afkomst. En zij heeft dat boek geschreven, dus een inventarisatie van alles wat zij als vrouw daar moet ervaren. Dat zijn helse vernederingen, want criminele, welbewuste jeugd, of hoe je het ook wil noemen, macho-types uit die cultuur, die verdragen geen vrouwcorrectie, totaal niet. Maar omdat ze geen hoofddoek draagt en wel Arabisch verstaat, maar er niet als zodanig echt uitziet, want haar ouders zijn Grieks, hebben ze niet door dat die mevrouw alles verstaat. Alle verwensingen en hoe ze gemaltrateerd wordt. En daar heeft ze een boek over geschreven. Dat was een rel in Duitsland, dat was een bestseller geworden. En daarom kijk ik nou ook met zoveel weerzin naar Fatima Elatik. Want die heeft de politie getriggerd om ook de hoofddoek in te voeren. Verbinden, weet je wel. Om een beter contact te kunnen creëren met jongeren uit de islamitische hoek. Het tegendeel is waar, want die jongeren zijn bij uitstek niet geneigd om zich te laten corrigeren door een vrouw. Laat staan in een relbewuste situatie waar de emoties hoog opspelen. Laat staan als ze daar een geloofszuster tegenkomen met een hoofddoek die hen ook terecht wijst. Dat mens is haar leven niet meer zeker. Als ze weten waar ze woont, waar haar ouders wonen, de familie, is ze afgebrand. Dus dat hele mooie plan waar de wethouder in Amsterdam dus weer sterk voor maakt, dat als het gebeurt, dan is het alleen maar voor de schijn. Maar zal de praktijk uitwijzen dat deze gehoofddoekte dames uiteindelijk ergens in een plattelandsgemeente in Drenthe het verkeer staan te regelen. Want in conflicthaarden moet je ze niet naartoe sturen. Theo, tot slot. Hè. De ChristenUnie toch een tafel. Nou, dat worden natuurlijk historische foto's. Dat hoop Pechtold aan zo'n bamboetafeltje bij een Indonees. En 40 jaar geleden was het van Agt en Wiegel. Dat vond ik toch veel prominenter. Dat is ook zo. Kijk, je hebt het nu over de formatie. En dat schiet niet op. En dat is maar goed ook. Want ik vergelijk het met vormingstheater. Vroeger had je van staatswegen gesubsidieerde toneelgezelschappen zoals Proloog. En dan moest het publiek links worden opgevoed. Dit is ook vormingstheater. Op staatskosten krijg je hier inzichtelijk gemaakt hoe als kiezer je stem wordt verkruimeld. Vernield, in de prullenbak gegooid, uiteindelijk tot een hoopje slappe thee waar geen kiezer zich in herkent. Tot een programma wordt getransformeerd, zodat ze kunnen zeggen, we hebben een motor. Het is nou een blok, we hebben een motor. Nou, dan hebben ze een motor die draait op slappe thee. Want al die programma's waar de kiezers mee zijn gelokt, die zijn door al die maandenlange onderhandelingen compleet wegonderhandeld, in de prullenbak beland en de kiezer is gewoon belazen. Hoe langer het duurt, hoe beter kun je aanschouwen hoe verderfelijk dit systeem is. Uiteindelijk heeft de kiezer niks meer in te brengen en is de punten waarmee hij naar de stembus is gelokt, die zijn gewoon verdampt. En dat is heel goed voor onze partij, want dan kun je door al dat vormingstheater krijg je alle tijd om te zien hoe het ook kan. Gewoon met wisselende meerderheden de volle wens van de kiezer in de Kamer gooien en dan wordt hij in de volle breedte, dus een emigratiebeleid niet tot de helft afgekald, maar volop aan de volksvertegenwoordiging voorgelegd. En dan heb je wisselende meerderheden met een kern, of noem het maar kenniskabinet. En die wisselende meerderheden, GroenLinks kan ook eens een puntje scoren. Maar we hebben nu een rechtse meerderheid, dus op het terrein van de vreemdelingen, het asielbeleid, het vreemdelingenbeleid, heb je grote kans dat wat de kiezer wil, en die was daar heel expliciet in zijn wensen, dat ook voor de volle 100% onder de aandacht van het parlement komt. En dan kan iedere kiezer zien, heeft mijn vertegenwoordiger zijn stem verdiend of niet. En nou is die motor, die komt op de weg en die heeft een zijspan. En dan zitten de volksvertegenwoordigers, die hebben maar één missie. Zorg dat die zijspan nooit losraakt van de motor. Die motor die rijdt op slappe thee, die volksvertegenwoordigers die drinken slappe thee. En de verkiezingswens is nergens meer te bekennen. Okay. En daar hebben wij dus een systeem voor bedacht dat dat nooit kan gebeuren. De wisselende meerderheden, directe democratie. Ik heb nog 16 seconden om het programma te beëindigen. Dat doen we aan tafel. Geen slappe thee. Ga je mee? Ja.